Als ik een tekst had gelezen, wist ik niet wat erin was gebeurd eigenlijk. Mijn grootste probleem dat was het schrijven. Dat ging niet zo heel gemakkelijk. Nu dat iemand dat voorleest, kan ik dat veel beter onthouden. Met die computer kan hij het wel allemaal zelf. Alleen hij schrijft het niet, hij typt het. Nu is het meestal wel omgekeerd dat ik veel sneller typ dan dat zij schrijven. Nu is dat simpeler, dus je hebt meer zelfvertrouwen in u. En eigenlijk ja, is dat voor mij ook minder intensief, want anders moest ik daarbij gaan zitten.